Het wandelvoetbalteam van SV Juliana 31 in Malden gaat van 7 tot en met 9 december naar Liverpool. Hier nemen ze deel aan de walking football tournament van Brunswick Old Boys. De trainingen van de All-Stars beginnen altijd gezellig met een bakje koffie en eindigen met een derde helft. Wandelvoetbal is voetbal voor mannen en vrouwen die wat ouder zijn. En die toch heel graag willen sporten en heel graag willen voetballen. Waarbij we de regels eigenlijk aangepast hebben, simpelweg om dat mogelijk te maken. En in ons geval zijn de omstandigheden helemaal zo dat het lichaam niet helemaal meer wil wat wij in ons bolletje willen. En dus passen we de regels aan. Dus dat betekent geen slidings, geen harde overtredingen. Het tempo ligt wat lager, je houdt meer rekening met elkaar. Als er iemand op de grond ligt, dan stop je het spel gewoon omdat we zeker willen weten dat die persoon niks ernstigs heeft. Het Old Stars team is in 2018 opgericht en speelt regelmatig wedstrijden in binnen- en buitenland. Zo ook in Liverpool. Liverpool is een voetbalstad bij uitstek. En we hebben vrij veel contacten opgebouwd in de loop der jaren. Zowel in Nederland als in het buitenland. En daar maken we dan ook handig gebruik van. Dat betekent een driedaagse trip met 9 man in een busje. Het wordt een roadtrip. Dus ja, je begrijpt, dat is behalve voetballen een en al lol en plezier met z'n negenen. Dat kan niet anders. Liverpool is een stad die niet alleen bekend staat om voetbal. Het team heeft daarom nog veel meer leuke activiteiten op de planning staan. Voor onze generatie zijn de Beatles natuurlijk fameus, dus we moeten naar de Cavern Club. We moeten een aantal Beatles stekken gaan bezoeken. We moeten naar Liverpool, naar de voetbalclub. We moeten naar Anfield. We moeten dan ook naar Everton. Een van onze tegenstanders, dat zijn hardcore Everton fans. Dus ja, die hadden zoiets van, wat gaan jullie bij Liverpool doen? Hoezo kom je niet naar ons toe? En wij zijn toch net zo leuk, et cetera, et cetera. Dus ook daar gaan we naartoe. Kortom, die 3 dagen die zijn om voor je het weet. En van 's morgens vroeg tot 's avonds laat ingevuld. Ja. Het team maakt zeker een goede kans. Maar winnen is niet het enige doel van dit weekend. De verwachtingen zijn eigenlijk wel hoog gespannen. We hebben een goed team. Maar we weten ook dat de Engelsen, die zijn alleraardigst in en om het veld. Zodra ze op het veld staan, dan willen ze net als wij gewoon winnen. Dus we gaan het zien. We gaan ons beste beentje voorzetten om de eer van Juliana en de eer van Nederland hoog te houden. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk gewoon dat we vooral gaan om plezier te hebben en om lol te hebben. En uiteindelijk is dan het resultaat niet zo heel erg belangrijk.